Dag Lotte, gisteren zilver en brons. Tevreden met die resultaten? Ja, zeker. Ik had het op zich niet verwacht dat ik op de 50 ook onder de 27 seconden zou geraken. Dus ik was zeer tevreden. En de nieuwe medailles? Je hebt er gisteren kennis mee mogen maken. Wat vind je ervan? Ik vind ze zeer mooi. Het is eens verandering buiten andere jaren. Dus dat is wel een toffe keer om iets nieuws te hebben. Vanochtend de 100 meter vrij. Tevreden met je resultaat? Ja, zeer tevreden, maar er waren wel nog veel werkpuntjes. Dus dat kan ik vanavond tijdens de finale verbeteren. Wat zijn zo de grootste punten waar je nog aan wil werken vanmiddag? Mijn aankomsten en mijn keerpunten kunnen heel wel beter. Als ik niet goed uitkom of ja, te veel adem voor mijn keerpunt. Het is je tweede keer hier op de Vlaamse kampioenschappen. Wat vind je ervan om hier aanwezig te zijn tussen al die grote zwemsters? Ik vind het wel tof, zeker omdat ik hier tijdens de week ook train. En dan heeft dan zo wel een thuisgevoel al. En dan zie je zo al die andere zwemmers die ook komen. En ja, dan voelt dat goed aan. Hè. Dan denk je van, ik ben deel van hen. En de grote doelen voor dit seizoen? Dit seizoen is weer mijn limiet halen voor de topsportschool. En eventueel naar een EEK en een aflossingsteam gaan. Ja. Als je de Vlaamse kampioenschappen in 3 woorden zou moeten omschrijven, hoe zou je dat doen? Of in 3 zinnen? Adrenaline, doorzettingsvermogen en ja, plezier nog altijd. Super, dankjewel Lotte. Dag Noah, tevreden met je prestaties van vanochtend? Ja, eigenlijk wel. Het was op souplesse gezwommen en dan op het einde dacht ik van ja, ik ga het toch niet proberen. Ik ga nu niet tweede aankomen als ik eerste kan aankomen. Dus op het einde nog een keer een sprintje getrokken. Gisteren goud op de stafette. Wat vind je van onze nieuwe medailles? Ja, wel mooi. Een aanpassing van, ik denk dat ik allemaal dezelfde waren van vroeger. En ze zijn groter, dus toffer. Ze blinken. Een idee hoeveel Vlaamse kampioenschappen dat je hier meedoet? Goh, ik denk dat ik ze allemaal heb meegedaan van mijn leeftijd. Dus we zouden het kunnen uitrekenen, maar ik zal het niet weten. En de mooiste herinnering zodat je nog hebt aan vroeger, aan je eerste Vlaamse kampioenschap? Nou, mijn eerste Vlaamse kampioenschap gaat van Melander Mulkers zijn. Zo, dat was zo de concurrent van mij van de jeugd en 1500 zwemmen en was het altijd zo hij eerst of ik eerst. Dat was zo tof. Ja. De grote doelen voor dit seizoen? Grote doelen, ja, best tijden zwemmen gewoon. Limiet zwemmen om in de groep te blijven. Ik denk dat wel het doel dat ik voor ogen heb en dat ook wel haalbaar is. Als je de Vlaamse kampioenschappen in 1 zin of in 2 zinnen zou moeten omschrijven, hoe zou je dat doen? Hard zwemmen en plezier beleven vooral. Ja, denk ik zo. Is het nog speciaal om hier voor eigen publiek een grote wedstrijd te zoeken? Ja, het blijft speciaal, want het is een luxe vooral. Dus je kunt naar andere wedstrijden gaan, maar je hebt niet altijd de luxe die je hier ook hebt. Dus daarom blijft het wel speciaal. Je hebt een top loszwembad, dus ja, speciaal. Het is luxueus, om het zo te zeggen, vind ik mooier. Dag Elias, hoe heb je de ochtendsessie beleefd? De ochtendsessie was een zware sessie, vond ik. De 50 kraal ging redelijk cool, vond ik zelf. De 400 kraal daarentegen ging iets minder vlotjes dan de andere keren dat ik al 400 kraal gezommen heb. Maar deze avond kan ik het nog eens herkansen, dus we gaan er alles voor geven. En wat zijn zo de grootste werkpunten die je meeneemt naar vanmiddag? Vooral de krachtige slag bij de 400 kraal zou ik iets krachtiger moeten doen in de avondsessie. De 50 kraal proberen is 1 keer te komen ademen in plaats van 2. Dat zou iets sneller zijn. Gisteren goud op de 200 meter kraal. Wat vind je van de nieuwe medailles? Ik vind ze mooi. Ze zijn groter dan de vorige jaren. En ik vind ze echt heel mooi. Het is je derde keer hier op de VK. Is het nog speciaal om hier voor eigen publiek te zwemmen? Ja, want ieder jaar sta ik dan in een andere categorie. En is het ook moeilijker om medailles te halen en dan gaan we er ook helemaal voor. En in de finale sta je dan ook tegen de grote toppers. En dat geeft dan wel zo een boost om er elk jaar voor te gaan. En probeer je de jongeren die voor de eerste keer aan de VK zijn, mee goede tips te geven en goede raad mee te geven? Ja, vooral dat ze plezier moeten hebben en dat ze gewoon alles moeten geven wat ze hebben. En ze hebben ervoor getraind, dus ze kunnen niks fout maken. De grote doelen voor dit seizoen? Ja, vooral voor op het EEK toch nog een selectietijd te halen. Dat zou wel heel mooi zijn voor dit jaar. Als je de Vlaamse kampioenschappen in enkele zinnen zou moeten omschrijven, wat zou je dan zeggen? Een wedstrijd waar dat je alles moet voor geven voor toch mooie resultaten te geven.
een leuke wedstrijd, goede sfeer. Dus ik vind het een leuke wedstrijd. Super, dankjewel Elias.